4, 3, 2, 1. En een hele fijne loop allemaal. Op zondag 20 maart ging de 5e editie van de Roel Boema wandel- en trimloop van start bij Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Er waren routes van 2,5, 5, 7, 10 en 21 kilometer die afgelegd konden worden. Atletiekvereniging Astilos uit Tiel stond garant voor de organisatie. Het geld dat via de inschrijving van deelnemers werd gevraagd, komt ten goede aan de lichtjesactie van de stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Daar hebben, om precies te zijn, 255 mensen meegedaan. Zowel wandelaars als hardlopers. En die hebben met z'n allen €1.287,50 opgebracht. Dat is een geweldige opbrengst. Een paar honderd euro meer dan vorig jaar. We hadden natuurlijk ook mooi weer van het jaar. Het was ook mooier dan vorig jaar het weer. Verleden jaar hebben we veel gedaan voor de kinderen. Van het jaar doen we heel veel voor de kankerpatiënten. En we doen ook heel veel voor de familie van de kankerpatiënten. Kankerpatiënten, bijvoorbeeld embracedoeken voor vrouwen die met borstkanker zitten. Dat is een voorbeeld van een investering die we doen. Zo doen we heel veel investeringen, zowel voor de kankerpatiënten als voor de familie van de kankerpatiënten. En dat is wat we van het jaar exact doen met die €1.287, waar we verschrikkelijk blij mee zijn.